Na een periode van meer dan 3,5 jaar is gisteren het Affordable Housing Project AHP gelanceerd in het district Nikeri. Het hoofddoel van dit project is om de huisvestingsproblematiek voor de minder bedeelde bevolkingsgroepen in Suriname aan te pakken. Het project is geïntegreerd in het Nationale Woningbouwprogramma, waardoor de regering uitgebreidere mogelijkheden heeft gecreëerd om mensen met huisvestingsproblemen te ondersteunen. De Project Implementatie Unit, PIU, van het Affordable Housing Project werkt nauw samen met belanghebbenden om de uitvoering van dit initiatief te waarborgen. Het AHP wordt gefinancierd door middel van een lening van $35 miljoen van de Islamic Development Bank. Bovendien draagt de overheid ongeveer $3,5 miljoen bij aan dit initiatief. Om in aanmerking te komen voor subsidie, dienen kandidaten te voldoen aan diverse eisen. President Chandrika Prasad Santokhi zei dat met dit project de kandidaten verzekerd kunnen zijn van een dak boven hun hoofd. AHP is al langer dan 3,5 jaar gaande, Affordable Housing Program. Maar het wordt vandaag gelaunched in het district Nikeri. Eindelijk. Laat dat gezegd zijn. Maar de vraag is namelijk, hoe bouw je een huis? En je kunt dat voor jezelf bekijken. Als je een huis wenst te bouwen, wat voor u de randvoorwaarden zijn, wat gaat u als eerste doen en welke maatregelen moet u allemaal treffen om een goed huis te kunnen bouwen. De districtscommissaris van Nikeri, Senrita Gobardan, merkte op dat wonen een substantieel probleem vormt, aangezien niet iedereen in staat is de kosten ervan te dragen. Ze wees daarnaast erop dat niet ieder een stukje grond heeft om op te bouwen. Met het AHP-project probeert de regering volgens de burgermoeder samen met de lokale banken de samenleving tegemoet te komen. En wanneer we praten van maatschappelijke problemen, is het onze taak om dit op te lossen. Maar natuurlijk op een gedegen manier, transparante manier, zodat niemand problemen straks kan krijgen en moet gaan krijgen. Maar we moeten wel ervoor zorgen dat u een woning krijgt. Natuurlijk gaat u meebetalen, maar dat verhaal heeft u al gehoord. Het is niet gratis. Heel erg belangrijk dat we vandaag 12 mensen blij gaan maken. Personen die zich hebben geregistreerd en waarvan de registratie is goedgekeurd, komen in aanmerking voor subsidie. Aan deze goedgekeurde aanvragers zijn certificaten verstrekt waarmee zij subsidie kunnen ontvangen. Via het AHP zullen er 3775 huisvestingsoplossingen worden gerealiseerd.